van allemaal restjes groenten voor onze actie Goede Voederen. We willen daarmee studenten uitdagen om een duurzame actie op poten te stellen. Als we mensen uitleggen over onze wedstrijd Goede Voederen, dan vragen ze heel vaak, maar welke acties moeten we dan juist doen rond duurzame voeding? Je kan bijvoorbeeld met een eigen pot naar de frituur gaan in plaats van al die plastic zakjes te gebruiken. Of je kan een picknick organiseren met de voedseloverschotjes uit je eigen koelkast en de koelkasten van je vrienden. Maar het kan ook nog veel groter. Je kan bijvoorbeeld in winkels tekstballonnetjes plakken bij de groenten die in het seizoen zijn, zodat je ook andere mensen kan bewust maken van duurzame voeding. Maar je kan ook nog zelf dingen verzinnen. Dus ja, wees creatief, doe je ding. En het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Gewoon een linnen zak naar de supermarkt is ook wel.